Eigenlijk was ik die morgen aan de Weidestraat, in het verkiezingscentrum van de VVD, zoals het toen heette. En ik hoorde schoten, ik werd gebeld. De kinderen waren op school tussen een ram. De kinderen liepen de school uit, ze wisten niet waar en hoe. De vrouw bezig om te zoeken waar de kinderen waren. Dat is dus in de persoonlijke sfeer. Maar voor wat betreft de coup zelf, we waren in de oppositie. En het was een sterke oppositie tegenover de heer Aaron. Die wilde maar niet luisteren naar ons. Ook niet in het conflict met de militairen. De heer Lachman heeft een persoonlijk gesprek gehad met de heer Aaron. Heeft hem gevraagd om een tolerante houding aan te nemen. De heer Aaron was een andere mening toegedaan. In principe de hele NPK. En het gevolg was een situatie welke wij overigens niet goedkeuren. Het wegschieten van een regering, dat politiebureau, de hele Surinaamse samenleving in paniek. Niet alleen maar onze wetgeving, onze staatsstructuur. Wij als oppositie, voorstander van de parlementaire democratie en de rechtsstaat. Wie meneer Lachman kent, die weet hij was een personificatie eigenlijk van deze principes. Wij hebben dat ten sterkste afgekeurd. Niettemin is het een feit dat de regering werd weggeschoten. Suriname kwam in een totaal andere situatie terecht, waarbij macht het principe was om te besturen en niet wet en recht, waarvoor wij gingen strijden en vechten en de principes die wij voorstonden. Ik moet zeggen dat het een zwarte bladzijde is, die 25 februari. En we moeten dat betreuren en dat moet nooit terugkomen. Toen premier Aaron de uitspraak deed van padvinders, dat was het moment voor meneer Lachman om een gesprek aan te vragen met de heer Aaron. Hij werd ontvangen en hij heeft hem zeer serieus gezegd om anders te handelen tegen het leger. Het leger blijft een leger, dat zijn geen padvinders. Dat zijn natuurlijk situaties die aanleiding hebben gegeven, mogelijk, tot escalaties. Niettemin blijft het een zaak die wij blijven afkeuren. Of wij nou in de oppositie zijn of in de coalitie. Maar wij fungeren en we werken als politicus binnen het kader van wet en recht. Aan de jeugd wil ik zeggen, heb je eigen politieke principes. Wat die ook mogen zijn, in welke richting, welke aspecten u voorstaat. Maar handelt u met respect voor wet en recht. Wij zijn voorstander van de parlementaire democratie. En dat waarvoor wij 70, 72 jaren lang als partij gevochten en gestreden hebben. Neem dat voorbeeld. Vecht voor je land, vecht voor je volk. Maar binnen het kader van de regelgeving, binnen het kader van de rechtsstaat. De rechtsstaat is de structuur die ons een perspectief geeft. Geen enkel ander model.